Onbegrijpelijk kan een detail zijn. Pas wanneer men een geheel overziet, begrijpt men de functie van de onderdelen. Dit is ook de zin van het evoluant te Eindhoven, die permanente monstertentoonstelling. Die probeert de relatie tussen de mens en de techniek te verhelderen door telkens verband te leggen met een groter geheel. Zo zwaarwichtig dit lijkt, in de jaren dat de expositie bestaat, heeft zij haar aantrekkingskracht voor de jeugd bewezen. Moleculensystemen zichtbaar maken boeit ook het kind. Dat de huishouding nog maar één generatie geleden zoveel bewerkelijker was, zoveel zwaarder fysieke eisen stelde, willen jonge mensen van vandaag nog wel eens zien om de vooruitgang beter te begrijpen. De bouw van het uraniumatoom met elektronen zwermend om een enkelvoudige kern, iets wat ze op school geleerd hebben, wordt hier zichtbaar, invoelbaar gemaakt. De theoretische leerstof krijgt leven door middel van een elektronische apparatuur. Automatisering berust op wetten die worden begrijpelijk gemaakt door bijvoorbeeld een roeibootje dat bestuurd wordt door een magnetisch veld. Vele van de nieuwe inzichten blijven niet theoretische mogelijkheden, maar worden dankzij de industriële evolutie realiseerbaar, leidend tot veranderingen in ons bestaan. Dankzij evoluon krijgt ook de jeugd een helderder beeld van de werkelijkheid die ons omringt.